Aise heeft een Duits paspoort en studeert biologie. Op 13 april wil ze een kaartje kopen in de metro van Frankfurt. Van achteren, valt haar ex-vriend haar aan met een mes en steekt haar neer. Voorbijgangers grijpen in, bellen de ambulance en houden de dader aan. Aise overleeft het, zwaar gewond. Bij de rechtbank in Frankfurt komt het volgende aan het licht. Aise en Ali hadden elkaar via internet ontmoet. De kortstondige relatie wordt beëindigd wanneer Aysen verneemt dat de taxichauffeur zijn vrouw en kinderen heeft verborgen. Daarop begint hij haar te stalken. In december 2010 wordt Ali veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf voor poging tot doodslag. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over eervraak. Abonneer je op ons kanaal onderzoek